Wij lezen ons heilige en onfeilbaar woord in Exodus 1. Exodus 1. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Ze kwamen erin, elk met zijn huis. U weet, het was hongersnood, Genesis, en Jozef. En toen kwamen ook al die andere broers van Jozef, die kwamen toen naar Egypte. Daar gaat Exodus mee verder. Ze kwamen naar Egypte. De 12 stammen, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser, al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Doch Jozef was al in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broers en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en Wiese groeide overvloedig. En ze vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zei tot zijn volk, de Egyptenaren, zie, het volk van de kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijs tegen hen handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijgen oorlog voorvalt, dat het zich niet vervoegen aansluiten bij onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten overste der schatting over datzelfde, dat volk, om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies. Het groeide steeds meer, zodat zij verdrietig waren, de Egyptenaren, vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun leven bitter maakten met harde dienst. In leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met alle dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Tot zover. Gemeente, laat ik vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Mooi dat jullie er ook zijn. Jullie zullen vast wel eens gehoord hebben van Mozes. Thuis, op school, de zondagschool, Mozes. Ah, die prachtige verhalen van Mozes in dat bieze kistje. En dan later bij die boze farao. En dan komen die 10 plagen, die 10 straffen. En dan die uittocht, dan, en gaan we door. Hè? Oh, Mozes, die verhalen van Mozes. Nou, de komende tijd willen we met elkaar stilstaan bij het leven van Mozes. Dan zeg ik het eigenlijk niet helemaal goed. We gaan eigenlijk niet stilstaan bij Mozes, maar bij de God van Mozes. Daar gaat het om. Juist in het leven van Mozes wordt op een ongeëvenaarde manier zichtbaar wie God is en hoe God is. In zijn macht, in zijn wijsheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn toorn, in zijn liefde, in zijn geduld. Al die deugden, al die eigenschappen van God. Ja, je komt ze natuurlijk heel de Bijbel door tegen. Maar juist al in het leven van Mozes. Op al die verschillende momenten in zijn leven. Komen al die deugden, al die eigenschappen van Mozes. Van de Heere wel heel helder naar voren. Juist bij het leven van Mozes. Wie God is. Dus eigenlijk moet ik niet zeggen, we gaan het de komende weken over Mozes hebben.
Maar eigenlijk hoe in het leven van Mozes, dat veelbewogen leven, op allerlei manieren zichtbaar wordt wie God is. En juist Mozes, die toen een keer bad, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Juist Mozes. En toen, hè. En hij riep de naam des Heren. Zijn naam is zijn heerlijkheid. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Exodus 34, dat is het hoogtepunt in de oud-testamentische godsopenbaring. Exodus 34, dat is een van de hoogtepunten. Juist Mozes, aan wie de Heren zich zo bekend heeft gemaakt als aan niemand anders. Aan de hand van Mozes kunnen we vooral leren wie God is. Nog iets anders. Waarom is het de moeite waard om als het ware van dichtbij dat leven van Mozes helemaal mee te gaan maken, met hem mee te lopen? Nou, iemand die schreef: na de mens geworden Christus is er geen ander mens die zo'n diepgaande en blijvende invloed op de wereld heeft gehad dan Mozes. Na de mens geworden Christus, de mens Mozes, die zo'n diepgaande, blijvende invloed heeft gehad in de wereld. Hij, Mozes. Hij wordt genoemd, hè, Psalm 90, Mozes, de man Gods. Ik zal vijf dingen noemen waaruit toch blijkt dat Mozes, ja, toch wel zo'n figuur van statuur was. De man Gods. Zo'n vijf dingen. Juist Mozes was de schrijver van de Torah, de vijf boeken van Mozes. Juist Mozes, de schrijver, ja, van God geïnspireerd, maar we noemen toch de vijf boeken van Mozes. Geen ander boek, heb je het weer, heeft zo'n diepgaande invloed gehad in heel de wereld dan de Torah, de vijf boeken van Mozes. Natuurlijk de rest van de Bijbel ook, maar eigenlijk, dat was eigenlijk al de taart. Kolbrugge zegt, als je de vijf boeken van Mozes hebt, heb je eigenlijk al heel de Bijbel te pakken in de kern. Mozes. De schrijver van het boek wat het diepst de wereld heeft beïnvloed. Nog iets van Mozes. Noem zomaar vijf dingen over Mozes. Daar is dat, ja, het is toch wel echt een indrukwekkend figuur geweest. Mozes, de grote staatsman die Israël 40 jaar heeft geleid en bestuurd. Die het burgerlijke recht heeft vastgelegd. Mozes, ook wat een staatsman. In de derde plaats, je zou ook kunnen zeggen, nog iets van Mozes. De grote legeraanvoerder, Mozes de strateeg. Wat een veldslagen heeft hij geleverd. Tegenover al die vijanden, steeds weer Mozes, ook de grote aanvoerder. Maar misschien nog wel mooier, ten vierde. Mozes de grote voorbidder. Dat was die ook, de voorbidder. Bijvoorbeeld toen het volk zo diep gezondigd had met het gouden kalf. Deuteronomium 9, vers 18. En ik wierp mij neer voor het aangezicht des Heren 40 dagen en 40 nachten. Wij denken, ja, toen met het gouden kalf, oh, toen bad Mozes tot de Heren. Het was me nooit opgevallen, moet ik om een schande zeggen. 40 dagen en 40. Ik bleef daar liggen voor het aangezicht des Heren. Niet voor zichzelf, maar voor dat volk dat het zo hopeloos verzocht. Wat een voorbidder. 40 dagen, 40 nachten. Als hij nou zou gaan beginnen, raar gezegd, dan moest hij blijven bidden tot half juli. Dag en nacht. En hij ging niet van zijn plek. Hij week niet voor om de nood van Israël bij God te brengen en te smeken om genade. Wat een voorbidder. En daarmee verbonden natuurlijk, hè,
Mozes, ook in de vijfde plaats, nog net iets anders. Dat het had de grote voorbidden, maar oh, ook iemand die zijn volk zo hartstochtelijk heeft lief gehad. Ja, Christus heeft natuurlijk zijn Israël op de volmaakte wijze lief gehad. Maar na Christus zou je bijna zeggen, Mozes. Toen hij zei, Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Maar spaar dit volk. Wat heeft hij zijn volk hartstochtelijk lief gehad, dat hij er zijn eeuwige zaligheid voor over had. Nou, zomaar vijf dingen even, hè? Om kort even kennis te maken, waar we de komende weken, als de Heer het geeft, meer van zullen horen. Mozes, in alle opzichten zou je zeggen een geestelijke reus. Een van de grootste die ooit geleefd heeft in het Koninkrijk Gods. Niemand die zo direct en vertrouwelijk met de Heere omging als Mozes. Toen hij gestorven was, sluit Deuteronomium af, 34 vers 10. En er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes. Nou, er zijn wel profeten geweest. Elia, die vuur van de hemel bad in Jesaja en... Er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. Daarom leek het mij de moeite waard om in de komende tijd met deze man ons bezig te houden. Om van hem te leren en ook te leren wie God is, juist in het leven van Mozes. Vanmorgen, een beginnetje, een beetje de aanloop nog. Drie punten. Allereerst, de tijd van Mozes. In de tweede plaats, de God van Mozes. En in de derde plaats, de ouders van Mozes. Aan Mozes zelf komen we eigenlijk nog niet toe, maar dit is ook wel heel belangrijk om het beter allemaal te kunnen plaatsen. Allereerst, de tijd van Mozes. Ja, Mozes groeide op in Egypte. En Egypte was in die tijd ongeveer het toppunt van de wereldbeschaving. Een cultuur zo indrukwekkend. De piramides, die er nou nog staan. Die kolossale bouwwerken, dat nu nog mensen zeggen, hoe hebben ze het ooit kunnen maken? Zo imponerend, die oude Egyptische cultuur. Hè? Als je in de brugglas zit, dan maken we kennis mee. De geschiedenis van het oude Egypte. Ze hadden wetboeken, en ik stop er maar over verder. Maar oh, die cultuur van Egypte, het was een volk. Indrukwekkend. Want je hadden al universiteiten, notabene. Terwijl wij hier in Berenvelle rondliepen in Nederland, hadden zij al universiteiten. Mozes werd onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Onvoorstelbaar, wijs. Medisch. Ze voerden al hersenoperaties uit. Ja, de meeste overleefden het helaas niet, maar ze probeerden het wel. Hersenoperatie, toen al. Wat een volk. In alle opzichten superieur. In zo'n land, goed om dat wel te bedenken dus, in wat voor omgeving Mozes is opgegroeid. En ook nog militair, het leger van Farao, daar beefde het hele Midden-Oosten voor. Farao en zijn legers. Maar we moeten ietsje dieper kijken. Iemand die zei een keer, we moeten de wereldgeschiedenis, hè, en de tijd van Egypte is ook natuurlijk echt een moment in de wereldgeschiedenis. We moeten de wereldgeschiedenis lezen door de bril van Genesis 3 vers 15. Ook nu, in 2023, de wereldgeschiedenis lezen door de bril van Genesis 3 vers 15. De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Zo moet je de wereldgeschiedenis bekijken. Ook toen. De strijd tussen God en Satan. Dat was toen ook ten diepste aan de orde. De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Het begon al, Kaïn sloeg Abel dood. Vrouwenzaad, slangenzaad. Noach, ik noem zo maar een paar momenten. Noach, tegenover die zondige wereld, vrouwenzaad, slangenzaad.
Israël. Heel die geschiedenis van Israël. Steeds weer die oorlogen met die vijanden om hen heen. Heel de tijd door. Vrouwenzaad, slangenzaad. Nou, dan de kerkgeschiedenis begint met Nero, met de christenvervolging in de eerste eeuw. Vrouwenzaad, slangenzaad. Dat is ten diepste wat er afspeelt. Die geestelijke strijd, dat is het dus. Het is niet zomaar geschiedenis van de gebeurde dingen. Nee, er is achter die gebeurtenissen een diepere dimensie. Er is een geestelijke strijd tussen God en Satan gaande. Tot in onze tijd toe. Wat is er in Den Haag aan de hand? En in Brussel, en in Straatsburg, en in Genève. En ga zo maar verder. Ten diepste strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. We moeten ietsje verder kijken dan de feiten. Wat zit daar nou achter? Zo moet je de krant lezen, moet je het nieuws zien. Ten diepste is het de strijd tussen God en Satan die die wereldgeschiedenis doortrekt. Die is ook gaande, die strijd aan de universiteiten. Vrouwenzaad contra slangenzaad. In de media, vrouwenzaad, slangenzaad. En je kunt het overal aanwijzen. Zo moeten wij dus deze tijd bekijken. Genesis 3, vers 15. Wat is er aan de hand in deze tijd? Kijk niet alleen naar de feiten. Wat zit erachter? Probeer dat een beetje te peilen. De strijd tussen God en duivel. En dat is ook dus wat hier in het leven van Mozes aan de hand is. Het is niet zomaar het verhaal over Mozes en Farao enzovoort. Wat is hier aan de hand ten diepste? Hier zie je iets zichtbaar worden. Heel dat leven van Mozes door. Steeds weer de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Het gaat niet zomaar om een confrontatie van Mozes met die eigenwijze Farao. Daar staan slangenzaad en vrouwenzaad tegenover elkaar. En als Israël in de woestijn opeens een gouden kalf op gaat richten, is daar een vrouwenzaad en slangenzaad. En overal is dat ten diepste wat er aan de hand is. In allerlei vormen en gedaanten. Als Farao de opdracht geeft om dat volk Israël uit te moorden. Sifra en Pua, die voetvrouwen, kregen de opdracht om de jongetjes zodra ze geboren werden te doden. Waarom krijg je zo'n bizarre opdracht? Farao heeft niet eens geweten wat hij deed. Dat hij betrokken was in die geestelijke strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Farao is zich dat niet eens bewust geweest, maar de Satan gebruikt hem. Maar dat is er ten diepste aan de hand. En als straks de jongetjes in die Nijl moeten gegooid worden, omdat Sifra en Pua weigeren om die pasgeboren jongetjes te vermoorden. En al die Egyptische soldaten die lopen door Egypte om die Joodse jongens op te sporen, zoals later de SS'ers de Joden arresteerden. Ja, wat gebeurt daar? Strijd tussen vrouwenzaad, slangenzaad. Farao, die uitdagend tegen Mozes zei, wie is de Heere? Toen Mozes zei, laat mijn volk trekken, zegt de Heere. Wie is de Heere? Wiens stem ik gehoorzamen zou? Ik ken de Heere niet. Dat is slangenzaad. Egypte is een machtige cultuur met zijn wetenschap, net als onze samenleving. Wat een cultuur en wat een wetenschap. In hoogmoedige opstand tegen God. Ik ken de Heer niet. Ik heb helemaal geen behoefte om hem te kennen. Het is net of je 2023 meemaakt. Precies hetzelfde. Vijanden van het vrouwenzaad. Toen en nu. Vijanden van God en vijanden van zijn volk. Toen en nu. En Israël. Ja, wat was Israël? Een heel eenvoudig volk eigenlijk. Waar die hoogontwikkelde Egyptenaren met minachting op neerkeken. Genesis 46, vers 34. Want alle schaapherders waren voor de Egyptenaren een gruwel. Al die Joden, die stinkende schapenboeren. En dan zei die hoogontwikkelde Egyptenaren. De schaapherders waren een gruwel. Een belachelijk volk. Een lastig volk, een volk wat je op moet ruimen. Zoals nu vaak op christenen wordt neergekeken. Een belachelijk volk. Een lastig volk. Wat moet je ermee? De geschiedenis herhaalt zich.
In een ander jaar, het is ten diepste elke keer hetzelfde. Daarom gaan we met Mozes verder ook. Om onze tijd te verstaan. En de dingen te herkennen. Strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Steeds weer diezelfde tegenstelling. Word wakker. Weet wat er ook nu in ons land en in deze wereld aan de hand is. Maar dan gaan we verder. En dat is wel verdrietig. Als je in zo'n welvaartscultuur opgroeit, zoals wij nu ook in deze samenleving opgroeien, toen die Joden daar in Egypte, die ook in, toen wel in zo'n geweldige samenleving waarvan alles te doen was, als je daarin opgroeit, ja, dan is het gevaar wel heel groot dat jij daar als Jood toen in Egypte ook door beïnvloed werd. Die jongeren van Egypte waren net als de jongeren nu in deze wereld. Ja, we zijn er niet ongevoelig voor, want er is wel heel veel leuks te beleven. En je kunt je leven wel heel leuk maken. Toen en nu. Het Joodse volk, het zaad van Abraham. Waarvan de Heer had gezegd, mijn volk zal alleen wonen. Het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Apart staan. Maar wat gebeurde er? Ook toen daar in Egypte, dat Joodse volk werd in die cultuur meegezogen. Zoals wij ook in onze tijd dreigen meegezogen te worden met het seculiere denken. Je ziet de Bijbelse standpunten onder christenen ook verschuiven. En dat gebeurde toen ook. Ja, ze zaten er elke dag middenin. En om dan op je fundament te blijven. Ze gingen schuiven. Als Jozua aan het einde van zijn leven afscheid neemt van het volk Israël. Jozua 24, vers 14. Dan zegt hij tegen het volk Israël. En doet weg de goden. Die uw vaders gediend hebben. Aan de gene zijde van de rivier. Dat is een Ur aan de overkant van de Eufraat. Aan de gene de overkant van de rivier. En in Egypte. Dat zit hij tegen Israël. Doet de goden weg. Die hadden ze blijkbaar toen nog steeds, toen Jozua afscheid nam. Heel de woestijnreis door hadden ze toch meegenomen. Want hij zegt hier aan het einde van zijn leven. Doe nou eindelijk eens die god die uw vaderen gediend hebben in Egypte. Dus die joden daar in Egypte waren mee gaan doen met het dienen van de afgoden van Egypte. Ze waren met die Egyptenaren mee gaan doen. Die Egyptenaren knielden neer voor die beelden en de Israëliërs, die knielden ernaast. Ze hadden er nooit over nagedacht, maar de Joden daar in Egypte, in die slavernij, maar ondertussen, ze dienden daar de afgoden, Jozua, die vermaand ze. En doe weg de afgoden die uw vaders gediend hebben, ook in Egypte. Zoals wij ook ongemerkt veel meer knielen voor de afgoden van onze tijd. Dan in de gaten, want het gaat sluipenderwijs. Zo van buiten zijn we nog steeds Bijbelse kerkgangers. Maar ondertussen in ons denken, in onze levensgang, leven wij ook, en ik moet mezelf erbij insluiten, leven wij ook hier niet veel te veel voor het hier en nu. Al doen wij het dan misschien op een christelijke manier, maar ten diepste zo horizontaal. En is die verticale lijn, die verbinding met boven, vaak wel heel erg op de achtergrond geraakt. Wat vindt u van uzelf? Hoe is dat nou? Die verticale lijn, die verbinding. Jongens, meiden, jonge mensen, hoe is het met die verticale lijn in je leven? Is de verbinding? Of is het wel een heel dun lijntje en is vooral die horizontale, dat hier? En wij als ouderen kunnen ons even zeer ter harte nemen. Waar is nog de eenvoudigheid, de matigheid? Beleven wij nog het vreemdelingschap? We hebben het hier uit al best dan onze zin.
Het wordt weer zomer, we slepen de barbecue naar buiten en we gaan allemaal leuk. Ik zie dat het allemaal fout is, maar je moet wel veel genade hebben om al die dingen fijn te doen en ondertussen toch hemelsgezind te blijven. Ik gun u alle plezier en alle genoegen. Maar het is wel heel moeilijk om dan toch niet ongemerkt God kwijt te raken. Ja, de vormen blijven er natuurlijk, maar dat het eigenlijk niks voorstelt. Zoals toen Israël in Egypte ongemerkt. Dat gaat niet in één dag en dat gaat niet in één maand. Maar heel langzaam, maar de boel schuift, hè, schuift. Zijn wij nog bereid om tegen de stroom in te gaan? Zijn wij nog bereid om offers te brengen? Zondag van de vervolgde kerk. In dat opzicht kunnen wij wel heel veel leren van die vervolgde christenen over heel de wereld. U leest toch ook wel bladen erover? Moet u echt doen. Ik op catechisatie vraag wel, jongens, lezen jullie nou van Open Doors of Vervolgde Kerk of de Stichting Ondergrondse Kerk? Nou, heel veel, nee, dat lezen wij thuis niet. Ouders, ouders, uw kinderen moeten weten wat christenen in deze wereld meemaken. Voor hen en je kunt er een gesprek over hebben. Wat moeten we, hoe kun je er anders voor bidden? En het is voor jezelf zo'n spiegel. Als ik deze dingen lees van zo'n man die zoveel offers brengt. En dan kom ik, dan moet ik mezelf ernaast leggen. Haal dit ook in huis en heb het er met elkaar over. Wat een spiegel, wat een spiegel. Ben ik bereid dan aan het offer wat ik breng? Nou, dat is nog even geen vergelijk met de offers die zij moeten brengen. Iemand die zei een keer, ja, de vervolgde kerk is de leidende kerk. Maar de kerk in het Westen is de verleide kerk. De kerk die verleid wordt in de verleiding, in de verzoeking. En dat is nog gevaarlijker. Een leidende kerk is moeilijk, maar een verleide kerk, dat is sluipend. En daar hebben wij mee te maken. We worden verleid. Kom maar mee. Denk maar mee. Zult u wakker zijn? En ik? De Israëlieten, ze waren in Egypte mee gaan doen. Ik kom het ook tegen Ezechiël 20, vers 7. Daar lees ik dat de Heere hen daar in Egypte er nog nadrukkelijk voor gewaarschuwd had van gaat daar niet in door. Ik zei tot hen, laat iedereen de verfoeiselen van zijn ogen wegwerpen en verontreinigt u niet met de drekgoden van Egypte. Dus ze zijn nog in Egypte ook nog een keer in die 400 jaar gewaarschuwd. Doet weg. Ezechiël 20 vers 7. Ik ben de Heere uw God en niet die anderen. Maar zij waren wederspannig toen in Egypte. Ze werden gewaarschuwd en zeiden, ja, dat kan God wel zeggen, maar wij gaan fijn met Egypte verder. Maar zij waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Zo waren ze daar in Egypte. Wederspannig. En ze wilden naar God niet horen. Tijdens die woestijnreis. Dan merk je ook dat hun hart ten diepste nog steeds in Egypte lag. Ja, het is onbegrijpelijk, want dat is een land van slavernij en van verschrikking. Dat ook dus tegelijkertijd, denk je, hoe bestaat het? Ze hebben daar ellende beleefd, tot en met. En toch hun hart zat ten diepste nog steeds in Egypte. Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand van de Heere. Toen wij bij de vleespotten zaten. Toen wij tot verzadiging brood hadden. Ja, Egypte was ook geen makkie, maar we hadden wel niet wel goed te eten. Maar hier in deze vreselijke woestijn. Exodus 16, nummer 11. Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aan gratis. Aan de komkommers en de pompoenen. Nou ja, dat was tenminste nog wat te eten. Hier zitten we in de woestijn met alle ellende. Waar zijn we in beland? Geef ons maar Egypte. Egypte zat nog steeds in hun hart. Israël koos voor de welvaart en het genot van Egypte. En raakte vervreemd van God. Ja, en als dat in het geloofsleven zo is, dan gaat ook de moraal, de praktijk van het leven gaat dan ook schuiven natuurlijk.
Als er in je hoofd en in je hart dingen gaan veranderen, dan gaat het ook zichtbaar worden in je leven. Dan schuift alles. Dat zag je daar ook gebeuren. Israël in Egypte. Ja, drank en seks. Nog steeds het recept van de duivel. Toen ook. Ezechiël 23, vers 3. Zij hoereerden in Egypte. Het wordt gewoon genoemd. Dus het was niet alleen maar de afgoderij, maar dan gaat de rest ook. De praktijk van het leven gaat ook. Ze hoereerden in Egypte. Ezechiël 23, vers 3. Dat kun je op twee manieren uitleggen. Gewoon, ze gaven zich ongeremd over aan de lusten, zoals de Egyptenaren dat ook deden. Je kan het ook geestelijk opvatten, die twee betekenen ze allebei. Hè, van ze waren meer en meer ontrouw aan de Heere. Door hem niet te erkennen en door hem niet trouw te zijn. God betekende eigenlijk heel weinig meer voor hen. En voor ons? Laat ieder vanmorgen nou eens zo voor zichzelf een antwoord geven. Betekent God nou veel voor mij? Of is God nou iets? Of moet je eigenlijk zeggen niets? Waar zit je nou? Daar zit je vanmorgen voor in de kerk, hè? Om voor jezelf eens de boel op te nemen. Waar zit ik nou geestelijk? In de drukte van het leven? Welke plaats neemt nou de Heere werkelijk in mijn leven in? Wie is hij nou voor mij? Misschien kom je er wel achter dat je hebt te bekeren, omdat het eigenlijk veel verder weg is dan je in de gaten had. Ten diepste was dit laatste, hè? Heel die ontsporingen van Egypte, die afgoderij, die hoerderij, dat was ten diepste gevaarlijker dan die zwepen van die Egyptenaren. Want onder vervolging met God, dan hou je het nog wel vol. Maar een volk dat de band met God doorknipt, en dat was bezig te gebeuren, ja, dat volk dat gaat verloren. Dat volk waar de Heere een verbond mee gesloten had. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in de geslachten tot een eeuwig verbond. Maar dat verbond van God met Abraham en zijn nageslacht, ja, dat leek daar in Egypte om een fiasco uit te lopen. Einde van het eeuwige verbond met God. Want zijn volk wordt uitgeroeid en geestelijk hebben ze gewoon afgehaakt. En de band met God doorgesneden. Het lijkt wel alsof het verbond, dat eeuwige verbond, op de klippen loopt. En toen was het tijd voor God om in te grijpen. Dat is het tweede punt. De God van Mozes. Toen Israël een verloren volk was, toen greep God in. Wij kunnen dat verbond met God wel vergeten. Israël kon dat verbond met God wel vergeten. Maar God vergeet zijn verbond niet. Dat volk liet hem wel los. Maar God liet dat volk niet los. Oh, die trouw van God voor ontrouwen. Ik lees Exodus 2, vers 24. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond. Hé, hey, Israël was te lang vergeten. God en zijn verbond. Maar God dacht aan zijn verbond met Abraham en Isaac en Jacob. En verderop wordt het nog een keer herhaald. Exodus 6, vers 4. En ook heb ik gehoord het gekerm van de kinderen Israëls die de Egyptenaren in dienstbaarheid houden. En ik heb aan mijn verbond gedacht. En God kwam ter verlossing. Omdat hij trouw bleef aan zijn verbond. Waar Israël het keer op keer verzondigde.
Maar de Heere denkt aan zijn verbond. Heel het Oude Testament door kom je het steeds weer tegen. Israël verzondigt het. Dat ze zijn verloren en ze hebben het verdiend. Maar hij dacht aan zijn verbond. Psalm 105. Zomaar een paar voorbeelden. Psalm 105, de psalm van de uittocht. Waarom was daar die uittocht? Hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Dan psalm 106. De psalm van de woestijnreis. Oh, psalm 106, we zagen er net een paar, we hebben er wat van gezongen. Hè? Heel die psalm, een treurig relaas van Israëls ontrouw, ontrouw, ontrouw. Ze murmureren, murmureren. Gouden kalf en ga maar door, ga maar door. Ik heb aan dit volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. En toch niet weggedaan. Bestaat het? Heer, u moet die volk toch wel zat worden. Nou, één keer, ik zei het net bij Mozes, toen zei de Heer, ja, nou stop ik kunnen. Toen ging het langs het randje als het ware. En hij dacht, Psalm 106, vers 45, en hij dacht tot hun beste aan zijn verbond. Heb je het weer, hè? Steeds is dat het refrein. Israël verzondigt het keer op keer. En de Heere dacht aan zijn verbond. Naar de veelheid van zijn goedertierenheden. Nog maar één tekst. Jeremia komt ook weer tegen. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Jeremia 14, vers 21. Daar bidt Jeremia. Heere, versmaad ons niet. Om uw naams wil. Gedenk. Vernietig niet uw verbond met ons. We hebben het zo verzondigd. Dat u er een streep door zou kunnen. Maar o Heere, doe het niet. Vernietig niet uw verbond met ons. Heere, bij ons is de ontrouw. En bij ons is de schuld. Maar bij u is toch de trouw en bij u is toch de vergeving en de ontferming. Dat is maar een grote stap, hè, dat de Heer denkt aan zijn verbond. Dat is die rode draad door heel die Bijbel heen. Waar mensen het keer op keer verzondigen. Maar hij denkt aan zijn verbond, het Nieuwe Testament. Ja, dan komt eindelijk de beloofde zaligmaker. Zacharias. Hij zingt ervan in zijn lofzang. Nu komt de zaligmaker, opdat hij gedachtig ware aan zijn heilig verbond. En dat hij zou gedenken, zegt de berijming, aan zijn gestaafd, aan zijn verbond, aan die gestaafde eed. De Heere gedacht en zijn zoon kwam. Maar mensen dat verbond ontrouw zijn. Hij gedenkt aan zijn verbond. En dat is dan vanmorgen in een kerk vol zondaren en een zonder op de preekstoel. De enige grond om nog hoop te hebben. Waar wij het zo verzondigd hebben, wat zouden wij nog hopen? Maar wat is nou de laatste grond om toch hoop te hebben? In al onze onwaardigheid. De enige grond om nog hoop te hebben was net zoals toen voor Israël dat verbond. Dat verbond, dat trouwverbond, dat verbond der genade. De Heer heeft ook met ons een verbond opgericht, dat verbond der genade. En bij de doop heeft hij dat verbond aan iedereen persoonlijk vanmorgen hier nog een keer ook bevestigd. Dan mogen wij hem, net als Jeremia, ondanks al die schuld, hem toch eerbiedig, ootmoedig aanroepen en pleiten op dat verbond, op dat verbond. Versmaad ons niet om uw naams wil, gedenk en vernietig niet uw verbond met ons. Gemeente, hebt u het wel eens in uw gebeden met de Heere over dat verbond? Dat is om over na te denken. Hebben wij het in onze gebeden met de Heere?
wel eens over dat verbond dat hij met ons gesloten heeft. Als een laatste grond van hoop, anders is het verloren. Als het verbond er niet was geweest, was Israël weg geweest. Maar hij gedacht aan zijn verbond. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Hoor je dat? Hoor je dat? Aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Waarom dan? Omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is. Dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Wat betekent de doop voor ons? Dat zegel van dat genadeverband. Moeten wij aan Gods genade niet... Als dat er niet was, nou, dan kan je Judas begrijpen. Die dacht niet meer aan het verbond en die maakte er een eind aan. Ja, wat heb je dan nog te hopen? Wat heb je dan nog te hopen? Wat had Israël nog te hopen? Ze hadden in die 400 jaar de maat volgezondigd. Maar hij gedacht aan zijn verbond. Niet vanwege dat volk. Want dat had de maat volgezondigd. Gemeente, kijk uit. Wij zoeken zo vaak de grond van de hoop in onszelf. Kan ik bij mezelf nog iets vinden, iets merken, iets voelen? Al is het maar een heel klein beetje, maar wat me toch een klein beetje hoop geeft. Wij zoeken zo vaak de zekerheid in onszelf, ja. En dan valt het je keer op keer uit handen. Want wat ik hier ga zoeken, dat is toch altijd één grote teleurstelling. Wat ik hier vind, is toch alleen maar schuld en aanklacht. Wij moeten veel meer leven uit de zekerheid van het verbond. Waarin die belovende en genadige Heer, want dat is het, hè? Het gaat niet zomaar over een verbond, om een woordje. Wat betekent verbond? Daar komt die belovende, genadige Heer tot ons. Israël had afscheid genomen van God. Maar God had geen afscheid genomen van Israël. Wij hebben afscheid genomen van God, maar God heeft geen afscheid genomen van ons. Oh, dat verbond, Heer. Gedenk aan dat verbond, aan die belofte, aan uw ontferming. Wij moeten meer verbondsmatig gaan denken. Dat zal ons meer troost en meer hoop en meer vrijmoedigheid geven. Hij gedenkt aan zijn verbond. Dat is iedere keer de enige reddingsboei in heel dat Oude Testament. Je ziet iedere keer de volk Israël gaan en gaan. Maar is daar die laatste reddingsboei, dat verbond der genade. Hij vergeet dat verbond niet. Laten wij het ook niet vergeten. Het zal ons meer troost en zekerheid en vrijmoedigheid in het gebed geven. Als de Heer gedenkt, dan gaan we een stapje verder. Nou, dan gebeurt er ook iets. Hè? Als de Heer gedenkt, is het niet alleen maar, ja, oh, de Heer heeft iets in zijn gedachten. Nee, dan gaat er ook iets gebeuren. Hij komt Israël opzoeken ter verlossing. Als Israël aan een zijden draad hangt, stadkundig en geestelijk. Je zegt, het is voorbij. En dan komt God. Hij gedenkt, hij gaat ook werkelijk ingrijpen. En dat doet hij door één man. Dat is het derde punt. Mozes, de God. Mozes. Mozes, de man. Dat was het derde punt. Mozes. Dan begin ik eigenlijk eerder. Het begint niet bij Mozes. Het begint al bij de ouders van Mozes. Nee, bij de grootouders van Mozes. Daar begint de verlossing van Egypte. De ouders van Mozes, dat was het derde punt. De ouders van Mozes, de grootouders. Toen begon de Heer, dus al zo'n 80 jaar ervoor of zo, toen begon de Heer al de verlossing van Egypte voor te bereiden.
Ja, van die grootouders van Mozes, daar weten we ongeveer niks van. Alleen weten we één ding van hen. De namen die ze hun kinderen gaven. Die ene opa en oma noemde hun kind Amram. En die andere opa en oma van Mozes noemde hun kind Jochebed. Die namen. Zij gaven hun kind die namen en daar spreekt boekdelen uit. Dat ga ik u vertellen. Als je je kind Amram noemt, weet je wat dat betekent? Het verhoogde volk, Amram. Het verhoogde volk. Juist in een tijd toen dat volk helemaal niet werd verhoogd, maar werd vernederd en uitgeroeid. En dan in die tijd van ondergang je kind te noemen het verhoogde volk. En niet het ondergaande volk. Wat een geloofsgetuigenis. Als je in zo'n donkere, bange tijd dan je kind de naam geeft. Het verhoogde volk. Amram. Ja, dat was een zaak van geloof. Dat de Heer dat vertrapte volk dat met de uitroeiing bedreigd werd zou verhogen. Wat een geloof. Allah go is zelf als wel leer. Gebukt bij tichelstenen neer. En zwart wat door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan de dagen. Amram. De Heere verhoogt. Wie is aan onze God gelijk. Die armen opricht uit het slijk. Wat een geloof hebben die grootouders gehad. Als je dan je kind noemt, dwars tegen alles in, de Heere verhoogt. Het verhoogde volk. Wat een belijdenis. En dan die andere grootouders. Die noemen hun kleine meisje Jochebed. En Jochebed betekent zoiets als de Heere is heerlijkheid. Of de Heere de eer. Opnieuw, wat een belijdenis. Als je je kind zo noemt, de Heere is heerlijkheid, de Heere is eer. Als dat je verlangen is, dat de Heere eer en heerlijkheid zou ontvangen. Want dat zit in die naam, dat de Heere eer en heerlijkheid zou ontvangen. En je verlangt dat zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. De Heere is heerlijkheid. Terwijl er in Egypte juist in die tijd van Gods heerlijkheid in zijn volk helemaal niks, maar dan ook niks te zien was. Waar was de heerlijkheid van de Heere gebleven als je naar de volk keek? Maar de ouders van Jochebed, die keken elkaar aan. Toen ze dat pasgeboren meisje Jochebed in hun handen hielden. En ze zeiden, maar de Heere zal zijn heerlijkheid aan ons bekendmaken. En daarom noemen we ons kleine meisje Jochebed. Wat een belijdenis in die tijd. De Heere is heerlijkheid. En wat is die heerlijkheid dan vervolgens ook op een ongekende wijze gebleken. In de verlossing van Israël uit Egypte. En Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, want ik zal verheerlijkt worden. Hé, hey, daar heb je hem. De Heere, de heerlijkheid. Nou, daar gaat de Heere voor zorgen. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer. De Heere heeft hen niet beschaamd in hun hoop en vertrouwen. De Heere, de heerlijkheid, Jochebed. En dat heeft de Heere ook gedaan. In de menigvuldige verlossingen van Israël uit Egypte, een heel die woestijnreis door. En toen in de woestijn, toen Mozes bad, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Dat gebed van zijn oma Jochebed. Die haar kind Jochebed noemde. Heere, toon mij uw heerlijkheid. En hij maakte zijn heerlijkheid bekend in die namen. Ik haal het al aan, hè? Heere, Heere, God, barmhartig en genadig. Toen is de naam van zijn moeder meer en meer in vervulling gegaan. De Heere is heerlijkheid. Maar het volmaakst is dat die belijdenis van Jochebed.
vervuld geworden. In de grote, meerdere Mozes. Jezus Christus. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Toen is die naam Jochebed vervuld. Een heerlijkheid. Als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. We gaan het samenvatten en afsluiten. Jochebed. De Heere is heerlijkheid. Amram. Het verhoogde volk. Dat waren de twee namen. Gegeven door de grootouders van Mozes. En toen kregen Amram en Jochebed zelf een zoon. En die wordt later Mozes genoemd. En in hun Mozes zijn hun namen allebei vervuld. Door hem het volk verhoogd. En de Heere heerlijkheid. Wat een gezegend geslacht. Mozes, zijn ouders, zijn grootouders. Als je erover nadenkt. Hoe de Heere al die mensen heeft willen gebruiken. Om dat allemaal in vervulling te doen gaan. Wat een gezegend geslacht. Wij zeggen wel eens, genade is geen erfgoed. En inderdaad, genade is bepaald geen automatisme. Genade is altijd een groot wonder. Maar tegelijkertijd kun je er toch wel een beetje begrip voor hebben. Dat genade toch wel op een bepaalde manier wel erfgoed is. Niet in de zin van automatisme. Maar aan de andere kant, als ja, genade is geen erfgoed, dan spreek je er eigenlijk mee uit. Verbond en doop en opvoeding en gebed. Ja, eigenlijk haalt het allemaal niet zoveel uit, want genade is geen erfgoed. Dus ja, wat je er allemaal aan doet, dat haalt eigenlijk allemaal. De Heer moet ze redden en het is zeker waar. Maar de Heer doet dat wel door deze middelen, door de kanalen van zijn verbond en van die mensen die daarbij opgenomen zijn. Het is Gods gewone weg om langs de weg van het verbond en van de ouders van de geslachten vaak te werken. Dat is Gods gewone wijze. Dat het overgedragen, dat hij mensen daarvoor gebruikt om zijn heil uit te werken. Hier ziet het gebeuren. De ouders en dan Jochebed en Amram en dan Mozes. Je ziet die doorgaande lijn. Het is Gods gewone lijn om in de lijn van de geslachten zijn koninkrijk te bouwen. In dat opzicht er wel iets van erfelijk in. Van het doorgaan van het ene geslacht op het andere geslacht. Laten Amram en Jochebed en hun ouders voor ons een voorbeeld zijn. Om ons te bemoedigen, aan te sporen en op te wekken. Dat de Heer ook in onze tijd, die zoveel lijkt op die tijd van toen, nog steeds wil werken, net als toen, in de lijn van de geslachten. Hij belooft in Jeremia 31, vers 1. Terzelfde tijd spreekt de Heer, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn. In het Engels staat er heel mooi: I will be the God of all families. De God van alle families. De God van alle geslachten. De God van alle families. En zij zullen mij tot een volk zijn. Laten wij op die belovende Heere onze hoop stellen. Amen.